ben je, Mark. Goedenavond. Ja, hoe is het nieuws aangekomen in Frankrijk? Hoe is het aangekomen in Frankrijk? In Frankrijk niet. Fransen lezen niet de Telegraaf, maar Fransen lezen in ieder geval ook niet het nieuwsblad. Ik wil er nog even bij zeggen dat in twee andere landen ook dergelijke nieuwtjes naar voren kwamen. Dat was in Spanje bij El País, dat is een hele keurige krant. En La Gazzetta in Italië, die kwam ook met iets dergelijks. Dus er zit een duidelijke lijn in dat in Europa een aantal goed oplettende journalisten een deal gemaakt hebben met misschien wel een van de partijen om dit naar buiten te brengen op dit moment. De Fransen zelf, en dat is heel opvallend, hebben er vandaag niets aan gedaan. L'Équipe had het dus niet. En dat is het ergste zo ongeveer wat L'Équipe kan overkomen. Bij L'Équipe werken, vinden ze zelf, de beste wielerjournalisten ter wereld. De rest weet er niks van. En zij hadden het dus vandaag niet. En dan hebben de Fransen er niets van. Wat wij niet hebben, dat is er dan nog niet. Maar ik heb de Franse radio geluisterd, ik heb naar de Franse televisie gekeken. Er werd bijna niet op gereageerd. En kan je iets vertellen hoe het dan is aangekomen in het peloton? Dat weet je, dat heb je net gezien. Ik bedoel, vraag een wielrenner iets en er komt een ontkenning. Heb jij doping gebruikt? En het is natuurlijk de stomste vraag ooit die je kan vragen aan een wielrenner, want daar krijg je geen antwoord op. Denk jij echt dat een renner dat zal zeggen? Dus, je hebt de antwoorden net gezien van Leipheimer en van Zabriskie en van Hinkepie. En dat is ontkennen. Dat is de natuurlijke actie van iedere renner. Die wordt ergens voor de laatste vraag wat moeilijk voor hem is en dan ontkennen ze. Dus, dat er ons kent, werd dat verbaasd. Stel voor, maar dit wordt bevestigd. Kunnen die vier renners dan in de Tour blijven? Je zou zeggen van niet, maar waarschijnlijk is er een afspraak gemaakt met de baas van USADPA dat ze daar wel mogen blijven. Sterker nog, als een van deze vier ook nog de Ronde van Spanje wil rijden, dan kan dat. Want pas na de Ronde van Spanje, dan zal, zullen we zeggen, de journalisten die op de hoogte zijn, dan zal de schorsing ingaan. Maar je moet er dus niet aan denken. Stel nou bijvoorbeeld dat er morgen een groepje wegrijdt en Zabriskie rijdt daarbij. En toevallig wint hij de etappe. Nou, dan is de wielerwereld echt helemaal een probleem. Want dan hebben ze dus een etappewinnaar